Boerenwijsheden, zo heet het boek dat geschreven is naar aanleiding van de smaken van Jonny en Therese Boer van Sterrenrestaurant De Libreien in Zwolle. Het is geen kookboek, maar er zijn 7 smaken omgezet in managementlessen. Dat klinkt ingewikkeld, maar er wordt gezegd dat de lessen in elke organisatie te gebruiken zijn. Als je in het hoofd van Jonny en Therese wil, dan is er 1 ding in hun DNA wat hetzelfde is, en dat is die smaak. En je kan niet met hun praten over leiderschap, maar wel over smaak. Maar vanuit bitter kun je het hebben over een conflict, vanuit vet over winnen, vanuit zout over een zout in een wond. En dan gaat er een heel verhaal open. Want zuur is de zure appel, zei hij, ja. En zoet? Zoet is het winnen. En net als in een gerecht, te veel zout, te veel zuur is niet lekker. En juist in het balanceren van ingrediënten krijg je perfecte gerechten, kunnen alle leiders doen. Te zout, te zuur, oma's en dat is de boerenwijsheid. Opa's en oma's zeiden het al. Met te ervoor heb je er niet zo heel veel aan. Hoe vond jij die vertaling, zeg maar, van smaken naar leiderschapsstijlen? Ja, ik denk dat geniaal is. Ik denk dat mensen die zichzelf gaan herkennen in bepaalde stijlen, ik denk dat die dat heel erg leuk vinden. Ik denk dat er heel veel experts zijn en op dat gebied, alleen dat ze het zelf nog niet weten. Ben jij een topsporter? Nou, volgens mij niet. Therese, je had zo'n mooi verhaal van het bankje. Vertel eens. Ja, wat wij doen op ons bankje is eigenlijk 's avonds rond een uur of 9:30, 10:00, als het servies draait, dus als het diner bezig is. Ja, dan gaan we altijd samen even op het bankje een half uurtje een glas wijn drinken. En dan nemen we de dag door. We bespreken eigenlijk van alles over ons personeel, over gasten, hoe het gaat de loop van de avond. En zo hebben we eigenlijk ook, zo maken we ook onze nieuwe plannen. Ik leefde dicht tegen deze 2 ondernemers aan, dus dat maakte het makkelijker. Onze zoons zijn even oud, we kennen elkaar privé en dat maakte het verhaal maken makkelijker. Wat gebeurde er dan op dat voetbalveld waar die 2 jongetjes van jullie samen voetballen? Ja, Sil en Jimmy, allebei enthousiaste jongens met talent, maar niet het talent om topsporter in de voetbal te worden. En ze speelden elke zaterdag en Jonny kwam altijd kijken. Zijn niet zoveel, nuchter, wat introvert en zei: het is verbazingwekkend hoeveel voetbal je uit 2 jongetjes weet te halen die eigenlijk het net niet helemaal goed kunnen. Dan zei: ik heb sous-chefs, die letten altijd op wat er fout gaat. Kun jij ze leren om te letten op wat er goed gaat, zoals jij dat doet bij de jongens? Want dan gaan ze wel boven hun kunnen uit. En daar is de relatie zakelijk begonnen, om ze dat soort dingen te gaan leren. En dat is ook een beetje jouw topsporttheorie, hè? Ja. Vertel eens. De topsporttheorie is dat je sterkste slag kun je het beste op gaan leunen en die uitbreiden. Dus vanuit je comfortzone groeien is makkelijker dan vanuit je oncomfortabele zone. En topsport is voor iedereen mogelijk, want je moet gewoon net 1 tel langer volhouden dan de ander. Dus het gaat maar om die laatste procent. Is dat het grote geheim van wat ze noemen die high performance organisatie? We hebben 1 afspraak hebben we jaren geleden gemaakt. Als bij twijfel doen we het niet. Ja. Maar dat moet dus bij alle 2, hè? Wij hebben wel geleerd in al die 50 jaar dat als je wel even tijd neemt voor elkaar, maar ook voor bepaalde zaken, maar ook voor je personeel, dat daardoor de kwaliteit wel echt goed blijft en misschien wel beter wordt. En dat is wel belangrijk. Waar zitten die boerenwijsheden in die leiderschapskenmerken of stijlen? De naam zegt het al. Het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Het zijn boerenwijsheden. Het nuchtere, maar ook het voorzichtige, want dat zijn we toch echt wel. En het menselijke, wat in de leiderschappen zit in dat boek. Ze deden het al wel. Alleen je hoort, als je praat met deze 2 leiders, met Jonny en Therese, dat ze steeds meer oog hebben gekregen voor talent, een neus voor goede mensen. En ook het ontwikkelen van hun sterke punten. Dat doen ze ook door ze te husselen. Dus als je iets heel goed kan, word je uitgedaagd op een plek wat je niet zo goed kan. Maar je wel talent voor kan ontwikkelen. We hebben 3 crisissen meegemaakt de afgelopen jaar. Is dat zuur? Ja, of bitter, dat kan ook bitter zijn. En wat is dan jullie kracht? Vechten. Dus door de zure appel heen bijten. Ja. Dat is wel echt een boerenwijsheid. En vechten, ja.